Leerlingen van de radarschool aan de Bakenbergseweg hebben het zwerfvuil rondom hun school opgeruimd. Deze opruimactie werd uitgevoerd in samenwerking met de Lions Club Arnhem. Onder het motto We Serve zijn Lions Clubs over de hele wereld actief. Een van hun doelstellingen is het hebben van een actieve belangstelling voor het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de samenleving. We hebben een soort van, ons meest heeft een soort van contact gemaakt met een soort van groep van allemaal mensen die van, een beetje, die van, directeuren zijn en zo. En die hebben dan een soort van, hoe zeg je dat? Een soort van actie ingezet. Dus dat wij gewoon gaan schoonmaken hier rond Arnhem een beetje. En dat we dan gewoon al die rotzooi die gooien we dan gewoon. Ja, die gaan we dan gewoon opruimen en weggooien. En dan, kunnen we een beloning krijgen of zo. Maar dat tenminste dat we gewoon een actie hebben waarvoor we gewoon even iets. Gewoon even naar buiten kunnen en gewoon. Ja, het is gewoon leuk om een keer te doen. Nou, het is wel heel leuk als je geen les hebt. Maar het is ook wel belangrijk dat het gebeurt. Want anders loop je inderdaad over de straat en dan stinkt het heel erg. Als we het ook een beetje schoon houden, dan verdienen we er ook nog wat mee. Dat kunnen wij heel goed gebruiken, dat geld. Aangezien de regering van plan is om daarop te bezuinigen, kunnen wij goed geld gebruiken. Dus. Ik vind het op zich wel goed dat we het milieu helpen. We hebben het vorig jaar ook gedaan. En toen, zonder dat we het wisten, deden we het gewoon voor de lol. Ook omdat we een beter milieu willen. En dat we geen les wouden. Het was op zich wel leuk. Toen gingen we met een grotere groep. Nu gaan we met twee groepen verdeeld. Wij gaan langs de Albert Heijn. Helemaal rondom. Probeer zo schoon mogelijk te krijgen. Hoe vindt u dat ze het doen? Ja, ze doen het hartstikke goed. Ze doen het heel erg goed. Ze zijn erg enthousiast, dus leuk. Ze doen het goed. Is er nou veel afval in de straten? Nou, hier valt het op zich wel mee. Het is wel een nette buurt hier. Dus het valt hier op zich wel mee. Maar er ligt genoeg. Er ligt in de struiken bij mensen en onder auto's. Dus er ligt genoeg afval. Let ze er ook goed op? Of? Ja, vind ik wel. Ze doen het hartstikke goed. De vuilniszak zit al aardig vol. Dus Vind je dat er veel rotzooi op straat ligt? Ja, heel veel. Heb je al heel veel in je zak? Ja, we zijn nog geen 200 meter en we hebben al bijna een vierde van de zak vol. Wat is het smerigste wat er in de zak zit? We hebben verschillende flessen wodka zo gevangen en voor de rest niet heel veel bijzonders. Geen vies wc-papier met nog iets eraan? Nee, dat niet. Even door de wijk heen en dan is het weer spik en span. Ja, ik moet zeggen, ik vind het geweldig leuk. En ik vind het vooral leuk dat ze enthousiast zijn. Want dan moet je natuurlijk ook altijd maar even afwachten. Je kan wel een idee hebben. Maar hoe pakken ze het op? Vinden ze het wat? En ik krijg de indruk dat ze het zelf leuk vinden. Ja, wij stellen er ook wat tegenover natuurlijk. Voor wat hoort wat. Je kunt natuurlijk zoiets niet betalen. Want wat zou je moeten betalen? Maar ik heb aan ze gevraagd. Laat de leerlingen vooral zelf met ideeën komen. En één idee is... Bijvoorbeeld een outdoor dag of een outdoor weekend.